Ik wil het even hebben over geluidsoverlast op een camperplek. Je hebt natuurlijk de radio die je te hard kunt zetten, hè, of televisie. De hond die onnodig blaft. Dat is natuurlijk een ergernis voor de buren. Maar er is er nog eentje. Dat is slaan met de deuren. En dan willen we even laten zien hoe je dus niet moet doen en hoe je het wel kunt doen. Zonder overlast te veroorzaken aan de buren. Kijk maar even mee. Dat is niet nodig, toch? Aantrekken en hendelt je los. Scheelt een hoop lawaai. Dat maakt nogal een beetje verschil, hè? Nou moet ik erbij zeggen dat ik weet niet of elke camper zo luidruchtig is. Maar als er bijvoorbeeld een auto 20 meter van ons afstaat en die gooit de deuren een beetje hard dicht, gewoon een normale auto, dan hoor je dat, ik denk wel 10 keer zo hard in de camper. Het is net of het een soort klankkast is, wel, dat je dat extra hoort. Dus ik denk dat ook wanneer alle geluiden, en vooral van die dichtslaan van een deur bijvoorbeeld, heel, dat horen wij echt vele malen harder. Nou zou het niet zo heel veel uitmaken als je allemaal tegelijk naar bed gaat en allemaal tegelijk weer opstaat. Maar er zit nog wel eens wat verschil in. En helemaal als je bekijkt wanneer je kinderen mee hebt. He, kinderen die gaan toch, vooral als ze wat kleiner zijn, rond een uur of 7, 8 naar bed. Het toeval wil dat wij ook rond 7, 8 uur zo'n beetje naar bed gaan. In de zomer misschien 9 uur, maar dat is zo'n beetje tijdstip. En dat zou dan heel mooi zijn dat er ook een beetje rekening gehouden werd met het oprijden van de camperplaats. Hè, dat de mensen daar even rustig doen. Maar ook het slaan. Echt het slaan of gooien met die deuren. Sommigen, dat gaat echt heel mal. Dan denk ik wel eens, die deur gaat helemaal stuk zo, hè, op deze manier. Als wij dan 's ochtends heel vroeg zijn, dan houden wij daar ook altijd rekening mee. Wanneer mensen naast ons, zeg maar, staan, hè, vrij dicht naast ons staan, moet je helemaal oppassen. Maar ook al staan ze 20 meter verderop. Als wij dan om 3 uur wakker worden, En ik wil bijvoorbeeld even rondwandelen. Gewoon even kijken. Vaak even omdat ik nieuwsgierig ben of er ook campers bij zijn gekomen 's nachts. Ja, we staan wel eens op plekjes thuis met een paar campers. En dan word je 's ochtends wakker en dan staan er in één keer 10 of 15, soms 20. En dat is dan wel eens leuk om te zien. Nou, dat doe je natuurlijk altijd zo zachtjes mogelijk. Als je al mijn video's hebt gezien, heb je ook wel gezien dat ik dan ook zacht praat. Hè? Als ik dan een video maak, dat ik 's ochtends rondom de camperplaats lopen, hè, om de andere campers heen een beetje, dat ik daar ook een beetje fluister. Want je wilt niet dat een ander wakker wordt van dat soort dingen natuurlijk. Ja, ook niet. Dus, hè, dan slaan we ook niet met de deuren, dan is het ook altijd rustig. Hè. En gewoon het hendeltje even naar beneden, deur dicht trekken en het hendeltje weer naar boven. En vanaf de buitenkant heb je zo'n draaiknopje bij de meesten. Ik weet niet hoor, je hebt verschillende type deuren natuurlijk, in verschillende type campers. Maar dat je hem even bij deze, hè, dan draai je hem even iets, je drukt hem dicht, hup, en je laat het ding weer los, het handvat, zeg maar, hè, dat knopje, in plaats van gewoon dicht slaan. Stel nou, je komt terug van boodschappen doen, je hebt een zware tas, dan heb je maar één hand om de deur dicht te doen. Neem dan gewoon even de tijd om de tas neer te zetten en dan met twee handen die deur rustig dicht te doen. Dat scheelt een enorme hoop overlast, echt. Ik kan me best voorstellen dat als jij naast ons staat en wij beginnen om 3 uur met die deuren te slaan, dat je dan de volgende keer wel even 2 keer nadenkt voor je naast ons gaat staan. En dat willen wij voorkomen. Want wij hebben graag buren, hoor. Maar dan in harmonie, hè, dat je aan elkaar denkt. Dus wij houden er rekening mee en hopelijk jullie ook. Nou, als je deze video leuk vond, geef een duimpje. Je kunt je abonneren door op de campertje te klikken. Hier rechtsonder. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.